Een draad? Ah, niet zo'n draad natuurlijk, een elektriciteitsdraad. Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over de weerstand van een draad. Nou, eerst maar een stukje draad. Ja, waar hangt de weerstand eigenlijk van af? Nou, allereerst natuurlijk de lengte. Ja, als een draad bijvoorbeeld 3 keer zo lang is, ja, dan zal de weerstand ook 3 keer zo groot worden. Hij moet 3 keer zo ver er doorheen. Dus dat is één. De tweede is de dikte van de draad, of eigenlijk de dwarsdoorsnede van de draad. Ja, let op, A is de dwarsdoorsnede van de draad en de doorsnede is het oppervlak. Niet verwarren met de diameter. De diameter, dat is een lengte en de dwarsdoorsnede, A, is het oppervlak. En als we over een rond draadje hebben, dan is het oppervlak een kwart pi d kwadraat. Nou, als de doorsnede groter wordt, dan is er dus meer ruimte voor de elektronen om er doorheen te gaan. En dat betekent dus dat een grotere doorsnede, dat dan de weerstand juist klein wordt. Dus net andersom dan de lengte. En waar hangt nog meer vanaf, de weerstand van de draad? Dat is van het materiaal. Ja, als je van bijvoorbeeld plastic is, nou, dan glijdt die niet zo goed. Oftewel, het materiaal is ook iets wat de weerstand bepaalt. He, koper of zink, beide glijden, maar koper zal beter glijden. Dat betekent dus dat de weerstand dan kleiner zal worden. De weerstand kun je dan berekenen met het volgende. Allereerst zo'n teken, het lijkt op een P, dat is de Griekse letter rho. En het stelt de soortelijke weerstand voor en die geeft aan het type materiaal. Daar gaan we zo meteen verder naar kijken. Dan de lengte, maal L, en natuurlijk in meters, gedeeld door de doorsnede. En de doorsnede moet in precies vierkante meters. Die soortelijke weerstand, nou, daar kijken we nog even naar. Dat is per materiaal verschillend en daarvoor heb je natuurlijk een tabel. Ja, BINAS, tabel 8 bijvoorbeeld, gegevens van metalen, daar staat die. En als je eventjes de koppenbalans gaat, dan zie je dat daar soortelijke weerstand staat. Soortelijke weerstand bijvoorbeeld van koper. Nou, soortelijke weerstand van koper is dus dan 17, maar vergis je niet. Wat staat er boven? Precies, maal 10 tot de macht min 9 en de eenheid is ohm meter. Nou, dus het is een behoorlijk klein getal, 17 keer 10 tot de macht min 9 ohm meters. Even een klein voorbeeldje. Ja, nou, ik lees maar even door. Natuurlijk kijk je even naar de gegevens. Ja, dat is de lengte 25 meter, tin en een diameter van 1,5 mm. Nou, weerstand bereken je hiermee. Eerst even de soortelijke weerstand. Pak je BINAS, ja, en zoek hem even op. Ja, en dan zie je dus dat de soortelijke weerstand van tin 115 keer 10 tot de macht min 9 ohm meters is. Lengte 25 meter. En de doorsnede, diameters geven, dus ga je de doorsnede berekenen met een kwart pi d kwadraat. En het is makkelijk als je dan d meteen in meters neerzet. Dan krijg je namelijk de uitkomst ook in vierkante meters meteen. He, zou je 1,5 in hebben gevuld, dan krijg je het oppervlak in vierkante millimeters. En dan moet je dat nog omrekenen naar vierkante meters. Makkelijker is het dus om meteen die lengte om te zetten naar de meters. Dit vul je in. En even goed natuurlijk in de rekenmachine intikken. Ja, let ook bijvoorbeeld op dat je dit getal gedeeld door even met de haken eromheen doet. En dan kom je op 1,6 ohm uit. Zo kun je dus de weerstand berekenen. Maar wat nu? Als je bijvoorbeeld de soortelijke weerstand, de rho, wilt berekenen, dan moet je dus deze formule omschrijven in zo'n vorm. Rho is. En hoe doe je dat? Nou, allereerst ga je, ja, ik wil rho alleen doen. Nou, dan ga ik eerst de a hier kwijt zien te raken. En hoe doe je dat? Dat doe je door links en rechts keer a te doen. Want als je links een keer a doet, dan ben je hem dus hier kwijt. Ja, ik heb er eventjes een golfje neergezet, maar eigenlijk is hier niks meer. Hè? Dan moet ik de
L kwijt zien te raken. Ja, hier is het maal L. Dus wat doe ik? Ik ga links en rechts delen door L. En dan zie je dus dat ik heb rho is R keer A gedeeld door L. Stel je voor, je wilt L berekenen. Nu op bijna precies dezelfde manier. Ook hier weer eerst eventjes de A kwijt zien te raken. Ja, dus links en rechts maal A. En dan moet de rho nog kwijt zien. En dat doe je door links en rechts te delen door rho. En dan krijg je dus dat je lengte op deze manier kunt berekenen. En tenslotte, en stel je dan voor dat je de doorsnede wilt berekenen. Dus je wilt A is weten. Dat kan natuurlijk ook. De A staat onder het streepje. Makkelijk als je boven een streep komt. En dat doe je door links en rechts eerst een keer A te doen. Dan heb ik dus links A erboven en rechts ben ik hem kwijt. En A moet alleen, dus R moet kwijt zien te worden geraakt. En dat doe je door links en rechts te delen door R. En dan krijg je dus de uitdrukking voor A. En op deze manier kun je dus alles weer omvormen. Nu kun je dit allemaal uit hoofd leren, maar makkelijker is het om gewoon één formule te kennen. En dat je weet van, hey, hoe kom ik op die andere vormen van de formules. Even een voorbeeldje. Een behoorlijk groot stukje tekst. Maar als je nou die tekst gewoon doorleest. En iedere keer als je een gegeven tegenkomt. Dus het eerste is van, hey, het is koperdraad. Koper. Dus pak je binas en dan zoek je daar de zulke dichtheid. De zulke weerstand van koper op. Nou, dat hebben we vorige keer ook al een keer gezien. 17 keer 10 tot de macht min 9. Volgende iets is van, hey, de diameter is 0,4 mm. Diameter, dus dan kun je de doorsnede berekenen. En je ziet de diameter meteen in meters invullen. Volgende is dat je een 1,5 volt batterij hebt. 1,5 volt, dus U is 1,5 volt. En tenslotte, de stroomsterkte is 124 microampère. 124 microampère stroomsterkte, dus I is, ik zet meteen in amperes, dus in micro wordt 10 tot de macht min 6. En dan wordt dus gevraagd de lengte. Eventjes op een rij. Ja, dus het hele verhaal eventjes weg en alleen de gegevens, de lengte. Nou, hoe kun je lengte bepalen? Precies, ja, hebben ze net al eventjes op papier gehad. Lengte is R keer A gedeeld door rho. Als je dat invult, nou, de zulke weerstand en A kun je invullen, maar R nog niet. Die staat er niet bij. Hoe kun je R berekenen? Nou, R kun je natuurlijk ook nog steeds berekenen met de wet van Ohm. R is U gedeeld door I. En U weet ik, ik weet I, dus dat vul ik in en ik heb R. En dan kun je alles invullen en dan krijg je dat de lengte is 9 meter. Je kunt dit laatste ook op een iets andere manier doen. En dat gaat als volgt. Je gebruikt niet deze formule. Dat is een formule die je om hebt gewerkt. Nee, je gebruikt de formule die je in het begin hebt gehad. Dus je hoeft die ene formule te onthouden. En je hoeft niet eens die formule om te zetten naar L is. Je vult nu alles in wat je weet. Dus je vult voor R, rho en A de waarden in. Dan ga je eerst uitrekenen wat hier staat. Hier staat namelijk 70 keer 10 tot de macht min 9 gedeeld door die 1,26 keer 10 tot de macht min 5. En als je dat met de rekenmachine gewoon uitrekent, dan komt daaruit, dan staat die 1,349 keer 10 tot de macht min 3. En die L blijft dus gewoon staan. Maar nu is het een redelijk eenvoudige formule geworden, want dit is eigenlijk hetzelfde als 6 is 2 keer 3. Dus 3 is 6 gedeeld door 2, oftewel L is 12,1 maal 10 tot de macht min 3 gedeeld door die 1,349 keer 10 tot de macht min 3. En daar komt natuurlijk gewoon weer 9 uit. Werp nog even een blik op binas. Want kijk, bij zulke weerstand, dan zie je daarboven staan, behalve natuurlijk 10 tot de macht min 9, zie je ook nog staan een temperatuur. Want weerstand is afhankelijk van temperatuur. In het algemeen is het zo van hoe lager de temperatuur, hoe lager de weerstand en dus ook hoe lager de soortelijke weerstand.
Let op, dat heeft niets te maken met supergeleiding. Supergeleiding, hè, die zegt onder bepaalde temperatuur is de weerstand nul. Maar dat heeft niks te maken met een verschijnsel dat weerstand, afnemende temperatuur, hè, heeft met kwantummechanische zaken te maken. Hè, een beetje buiten dit hoofdstuk dus. Maar supergeleiding, dan is dus de zorgweerstand nul. Dat is natuurlijk iets anders dan zo'n draad. Zo'n draad, als je deze gebruikt, dan heeft het wel weerstand, maar in het algemeen mag je de weerstand praktisch nul zetten. Dat is ook bij schakelingen zo. Kijk, als je zo'n schakeling maakt met een lampje, zo'n lampje, ja, die heeft weerstand. Een weersblok heeft weerstand, maar de draden zelf, kijk, deze draden zelf, hè, die hier zo tekent, ja, daar mag je van uitgaan, die is weerstandsloos, die heeft een weerstand nul. Met berekeningen dus, hè, lampjes zo wel meerekenen, maar verbindingsdraden hebben altijd een weerstand nul. Draden, tja, kijk, dit zijn ook draden, hè. Prachtig mooi geweven door een spin. Hè? En zonder verstand van natuurkunde lukt het hem allemaal. En kijk eens wat de mens ervan afbrengt. Hè? Met verstand van natuurkunde. Ik bedoel, wat moet je er allemaal mee? Nou, ik zou zeggen van, we stoppen ermee. Precies. Tot een volgende keer.